De taboe die bestaat over mentale gezondheidsproblemen moet eindelijk worden doorbroken. Daar wil sociologie-student Sanisha Autaar voor zorgen met haar filmproject My Anonymous Self. Autaar initieerde dit project nadat ze in 2018 tot jeugdambassadeur van de Verenigde Staten werd gekozen, waar zij geconfronteerd raakte met de diverse aspecten van mentale gezondheidsproblemen. Haar filmproject moet bewustwording brengen over diverse soorten mentale gezondheidsproblemen. Autaar vertelt hoe het project My Anonymous Self eruit ziet. My Anonymous Self, wat is My Anonymous Self? Degene of het deel van ons dat we de wereld niet laten zien, niet naar voren brengen of verschuilen. Dit filmproject is in 4 films verdeeld. Je hebt, de eerste is Suicide. Dat is er is niet echt geluid in het film, maar meer gewoon muziek. Omdat suicide iets is daar dat echt anders is voor iedereen. Het is nooit hetzelfde. Doorheen gaan is ook anders. Dus daar wilde ik niet echt veel gesprek aan hebben of gesprek zetten. De andere die zijn social anxiety, postpartum depression en eating disorder. Zijn allemaal mental health diseases die bij de jeugd voorkomen, bij iedereen. Ik wilde gewoon het taboe van mental health, al de diseases, gewoon een beetje verminderen, informatie naar buiten brengen en gewoon het gesprek starten. Autaar zegt dat ze binnen het jeugdambassadeursprogramma van de Verenigde Staten van dichtbij heeft kunnen ervaren waarom mentale gezondheid belangrijk is. Tijdens haar bezoek in de VS heeft zij een mentale gezondheidskliniek bezocht. En dat had me een beetje, niet een beetje, had me heel veel aangesproken. Want ik kwam heel veel terugvinden in die verhalen van die mensen daar. En sinds ik terug ben gekomen was dat één van mijn doelen. Door een project mental health issues, disorders, diseases, alles gewoon naar voren te brengen, het gesprek te starten. Autaar heeft samen met andere jeugdambassadeurs van de Verenigde Staten, Stichting CITA, Stichting Kinderen en Jongeren Telefoon en studenten van de Antonicom Universiteit gewerkt aan dit project. Voor de uitvoering van het project heeft zij een grant van de Amerikaanse ambassade gehad. Afgelopen zaterdag vond de lancering plaats van de 4 video's van het project My Anonymous Self.